Mijn route ziet eruit dat ik eerst vormbehoud moet tonen. Ik heb daar nog geen gelegenheid voor gehad om dat te doen. De eerste gelegenheid daarvoor is het laatste weekend van mei. Dan hebben we een World Cup in Rome. Daar kan ik vormbehoud tonen, mocht het dan onverhoopt niet lukken. Dan is er nog het derde weekend van juni in Segovia, Spanje. Waar een tweede mogelijkheid is. Of eigenlijk, in Rome heb ik twee kansen en in Segovia heb ik twee kansen. Omdat ik zowel een nominatie op de wegwedstrijd als op de tijdrit heb. En ik hoef maar in één van beide onderdelen vormbehoud te tonen. Op de tijdrit ben ik favoriet. Na mijn wereldtitel afgelopen jaar en ook de resultaten, de redelijk constante resultaten in de twee jaar daarvoor, ben ik favoriet voor de tijdrit. En ook op de wegwedstrijd ben ik favoriet voor een medaille. Wat ik geleerd heb van Beijing is dat ik de ervaring heb meegenomen die ik daar heb opgedaan. Hè, hoe het in het dorp eraan toe gaat, hoe het richting de wedstrijd eraan toe gaat. Wat het betekent om op zo'n groot evenement aanwezig te zijn. Ik weet nu wat me min of meer te wachten staat. Natuurlijk, Londen is een hele andere setting, zal ook een hele andere sfeer zijn. Maar het blijft een groot evenement waar heel veel sporters bij elkaar zijn. Waar de eethal enorm zal zijn en dat soort dingen. Dus die ervaringen neem ik absoluut mee. Ik werd wereldkampioen door er heel gedegen en geconcentreerd naartoe te werken. En dat niet alleen in het laatste jaar, maar eigenlijk na Beijing ben ik met dat traject begonnen. Door heel structureel mijn weken eigenlijk te gaan indelen, mijn dagen te gaan indelen. De keuze te maken voor topsport. Dus te zeggen van oké, ik train en ik werk. En de rest moet daar omheen. En dat is de basis geweest. Dat is de basis geweest die ik in 2009 al heb gelegd. En die heb ik in de loop van de jaren naar mijn wereldtitel vorig jaar toe, heb ik die uitgebreid in de vorm van voeding, begeleiding, verzorging. Ja, het is dit jaar echt alles op alles voor de Spelen en in de voorbereiding daarvoor. Als ik droom over Londen. Dan droom ik over het rijden van de optimale tijdrit. En dat ik eigenlijk alles doe in die tijdrit op de manier zoals ik het zou moeten doen. Dat ik nergens iets laat liggen, dat ik nergens een foutje maak. Dat ik juist versnel, schakel, nou ja, alles. Dat ik hem perfect uitvoer. Ja, en dan zien wat het waard is op de streep. Natuurlijk hoop ik dat beloond gaat worden met de gouden medaille. Maar als ik hem optimaal gereden heb en iemand anders blijkt sneller, ja, natuurlijk ben ik dan teleurgesteld, maar dan kan het uiteindelijk zal het dan toch geslaagd zijn. Want als ik niks heb laten liggen, dan is een ander beter. Maar als ik hem optimaal rijd, dan kan ik ze geslaagd noemen.